Ja, het zijn er niet veel. Lars Brugman en Heikoop en Niels Brugman hebben ook daarnet vroegtijdig hebben de zaak af. In ieder geval zij zelf de tijdrijden afgebroken. We hebben dan twee broers achter elkaar. Lars en Niels. En Kirsten Heikoop is degene die op dit moment op kop gaat bij de VT1. En alle drie komen uit voor Montfort Motorsport. Hey Johnny. Thank you. Ja. De mannen van FJ Motorsport, die ze zoeken, die is hier niet. Dat weet ik sowieso. Had ik het geweten dat je er komen, dan had ik ervoor gezorgd. Maar goed, het kan alsnog. En dat gaan we ook doen. Nou, zij weten exact wat ik bedoel. En we hebben Lars Brugman aan de leiding met Heikoop op 2 en 3. Is het Brugman. De snelste tijd is ook degene die op de kop rijdt. Dat is Lars Brugman, 46.802. En ook deze mensen, dan kunnen we natuurlijk lang en kort over hebben, breed en smal. Maar deze hebben ook recht op een prachtig mooie wedstrijd te rijden. Daarnet, ze zijn dan met z'n drieën en ik roep dan ook altijd maar van ja, het is net zo moeilijk met z'n drieën om eerste te worden dan dat je in een groep van 35 zit om eerste te worden. Het is maar net aan waar je verkiest, maar ook is het net zo moeilijk om een eerste plaats of een tweede of een derde plaats. Nou, de derde is dan de minst moeilijke, maar sowieso de 1 en de 2 om die vast te houden ten opzichte van de rest is zeker niet eenvoudig. Lars Brugman. Lars Brugman met Kirsten Heikoop, Niels Brugman, zijn er 1, 2 en 3, nummer 24, nummer 14 en nummer 42. En het is de broer van Lars op 1 en Niels op 2 en Elf op 3, sorry, dan Kirsten Heikoop op een tweede plaats. De snelste tijd is in handen van Lars Brugman, degene op de eerste plek, met 46.131. En het zijn de VT1 motoren. De VT1 motoren.
We zijn op het ogenblik ook voor de thuisblijven natuurlijk ook wel even wat info te krijgen. Ze rijden op de sliks. Het vrek is vrij om mee te rijden. De motoren waar heren, zeker dames, mee kunnen rijden. 15 jaar of ouder en 14 jaar in het jaar dat je 15 wordt. 175 kilo is het gewicht. Multibrand VTT 50 motoren. Net op 35 pk. Hè? 35 pk. Dan zou je denken van nou, dat is toch een klasse met Vega banden. XA banden. Dan zou dat toch een klasse zijn waar je zegt nou, als ik dan de 125 cc 6-bak schakel. Dat is dan daar een beetje mee in de richting. Want ze zitten iets over de 40 pk. De TM motoren, de 10C, tegenwoordig 6 versnellingen geschakeld. En ja, dit zijn dan toch ook wel de toppers. Straks hebben we natuurlijk ook de Wankels. Wankels die geweerd werden toen uit Duitsland. Later bleek dus dat we ze dan toch mee hadden mogen rijden. Omdat wij met Wankels kwamen die met een restrictor waren. En dat vinden we toch wel heel erg spijtig. Dat ze toch een verkeerde indicatie gemaakt hebben en hadden in Duitsland, zodat ze niet op kerpen konden rijden. En ook zeker de mannen zoals Bouvignon hadden we daar graag in actie gezien. Maar goed, de Duitse bond doet het tegen. Lars Brugman op 1-2 is het. Het is op 2 is het Heikoop en op 3 Niels Brugman op een, met startnummer 42. Zeven, bijna 8 minuten. En het is de druk bij Van Heikoop door Niels Brugman wordt al groter en groter. We zitten bij elkaar vandaan. 0,076. That's it. Het verschil is dus ook minimaal. Lars Brugman. Brugman op 1. 2 is het nog steeds Heikoop. En 3 is het Brugman. Ja, de tweede Brugman, dat is Niels Brugman. We vinden dan met 10 minuten en 15 seconden. 10 minuten en 15 seconden hebben we inmiddels achter de rug. 46-1-3-1 is het ook de man aan kop. Met Sakamro 24 heeft de snelste tijd. De tweede tijd is dan voor 46-4. 15, dat is zijn broer Niels Brugman op een derde plek.
en probeert natuurlijk alles op alles te zetten om aan Christen Kirsten voorbij te komen. Nou, er is hij al een heleboel rond daarmee bezig en dan zal hij waarschijnlijk ook op het allerlaatste moment wel gaan proberen of in ieder geval doen. Passeren aan Heiko, of het wel of niet zo is en of Heiko ook de ruimte geeft om dat te kunnen doen, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Ook de drie komend uit het team van Montfort Motorsport. En ik zei het al, Hans van Zuylen, de grote technische man achter de successen van dit team. En ook hij zal straks afreizen richting Portugal. Kosterman zal er ook bij zijn, Overbeek. Ja, zal er ook wel bij zijn, denk ik. Daar is de koploper. Koploper en hij probeerde het net, hè. Hij probeerde het net bij Niels Brugman. Laatste ronde. Allerlaatste ronde. Zal Brugman, Niels in ieder geval, van de laatste plek afkomen. Ja of nee? Nou, zoals ik het nu bekijk, zal Kirsten Heikoop zijn plek behouden. Op 1, Kirsten nog steeds op 2. Dan wordt het Brugman, sowieso Lars Brugman, op 1 voor Montfort Motorsport. En ook eens kijken, Kirsten zal, ja, die behoudt ook de plaats. Die behoudt de tweede plek voor Heikoop en de derde voor Niels Brugman.